Dit is inmiddels de 10e bijeenkomst van de Universiteit van Tilburg Sociëteit. Hier, dit keer in de Faculty Club van de Universiteit van Tilburg zelf. We hebben een hele mooie bijeenkomst weer met twee zeer begenadigde sprekers. De eerste is professor Dirk Brouwne, hoogleraar vastgoedeconomie, die het zal hebben over de vernieuwing van de woningmarkt. En de tweede spreker is Peter Nordanus, burgemeester van Tilburg en ook voormalig voorzitter van de VROM-raad. Beide sprekers zullen dus hun ideeën ontvouwen hoe zij de vernieuwing van de woningmarkt zien. En zij zullen ook zeker ook de recente discussies over de woningmarkt in het betoog meenemen. Ik zal vanavond spreken over de nieuwe woningmarkt, een hervormingsplan dat onlangs is ingediend door 22 economen. Maar ik zal beginnen met een stap achteruit te zetten. Dus ik wil gaan kijken naar het verleden, hoe we gekomen zijn op het punt waar we zijn beland. En dan ga ik beginnen bij Nicolaas Pierson, de bedenker van de hypotheekrenteaftrek en de sociale huur. 100 jaar geleden bedacht en ik ga door de tijd kijken wat zijn nou de gevolgen geweest en waar staan we nu. En met name ook waar staan we nu in de problemen. En als we dat scherp hebben, zal ik heel kort even uitleggen welk voorstel er nu op tafel ligt om die problemen aan te pakken, de woningmarkt te hervormen en te vernieuwen, zodat we naar de toekomst kunnen kijken met vertrouwen. Nou, ik leg vanavond het economenmanifest even op de snijtafel. Daar ben ik het wel mee eens, maar het zal de koopwoningenmarkt absoluut niet op gang helpen. Ik denk dat er veel meer moet gebeuren. Dat er gekeken moet worden naar de oligopolische positie van hypotheekbanken. Dat er gekeken moet worden naar de positie van starters. En dat er vooral weer eens nagedacht moet worden over wonen. Wonen ook als meritgoed. Want we zijn allemaal in de ban van schuldreductie. Maar vergeet niet, in Nederland hebben we de komende jaren nog 500.000 woningen nodig. En ik maak me zorgen over de nieuwe woningnood. Ook in steden als Tilburg. Dus om weer eens terug te gaan naar wonen in al deze barre dagen van schuldreductie, dat is eigenlijk wel mijn punt vanavond.